COA neemt het onder de loep. Good morning, everybody. We celebrate the end of a five-year program and research on the removal of micropollutants. We zien gewoon dat het in de Nederlandse wateren slecht gaat met de biodiversiteit. En we weten ook dat dat veroorzaakt wordt door die organische microverontreiniging. Het is eigenlijk een beetje een onzichtbare vijand. We have a government, we have a ministry of infrastructure and water management, but no guidelines yet. Het normale zuiveringsproces, dat verwijdert een aantal van die stoffen tot een bepaalde mate. En in ons innovatieprogramma gaan we juist kijken naar die nieuwe systemen om te kijken of dat je beter, goedkoper, dan wel duurzamer medicijnresten en andere microverontreinigingen kan verwijderen. De afgelopen vijf jaar hebben we met z'n allen eigenlijk onderzoek gedaan. En ja, het is heel leuk om nu samen te zijn, zodat iedereen ook zijn eindresultaat presenteert in een gezamenlijke club. Superleuk. First, some visual results. This photo is taken like 10 seconds after being mixed. There's a rapid sedimentation already taking place of the mixture of sludge and iron. Tot nu toe is het programma heel interessant. Het is leuk om te zien wat de rest heeft gedaan en wat uit andere pilotonderzoeken is gekomen. En natuurlijk welke full skills er al staan. Het is nu heel duidelijk wat de opties zijn, wat voor- en nadelen zijn. Dus er kunnen keuzes gemaakt worden. De volgende stap is nu echt aan de waterschappen zelf, het implementeren. Op dit moment kun je gewoon aan de slag. Er zijn technieken die werken, dus en een goed rendement leveren, maar ook een lagere CO2-footprint. Dat we hier rivieren, beken en sloten hebben waar het bruist van het waterleven. Dat is eigenlijk de stip aan de horizon. Als we verder gaan zoals we het de afgelopen vijf jaar hebben gedaan, dan komen we er gewoon. Dit gaat lukken met inzet van ons allemaal. Ik voel de energie wel om met z'n allen hier mee aan de slag te gaan. I'm going to talk about it again and again and again, because we are not there yet.